kwestie mooi om plannen aan te horen van als we hier van plan zijn. En ik wil het woord geven aan onze stadsomroeper Betters. Boerenburgers en buitenlui, welkom in het Kamperend Stadhuis. En dat allemaal ter ere van ons koningshuis. Willem-Alexander wordt koning van Nederland met koningin Maxima aan zijn kant. Koningin Beatrix regeerde 33 jaar met veel succes. Straks is zij weer prinses. Zoals het altijd in Kampen is geweest, maken we van deze troonwisseling een groot oranjefeest. En heb u dat gehoord? Zegt het voor! Zegt het voor! Geef ik nu het woord aan de gemeente Koelewijn. Een heel bijzonder moment. Allereerst een moment om elkaar te feliciteren en om onze haar majesteit te feliciteren. In verband met het feit dat zij vandaag 75 jaar is geworden. Wij mogen haar feliciteren, wij mogen elkaar feliciteren met dit heugelijke feit. Zij heeft jongstleden maandagavond ook aangekondigd dat zij vindt dat het tijd wordt voor haar opvolger. Voor Willem-Alexander en voor Maxima. En als wij die berichten tot ons nemen, dan beseffen we dat wij ook in de tijd op dit bijzondere moment verbonden zijn met de Oranjes. En we stellen ons de vraag, wat maakt nou dat die Oranjes voor ons zo beeldbepalend zijn? En ik denk dat we dat misschien wel ook in 3 episodes mogen zeggen tegen elkaar. We kennen Willem van Oranje, we kennen Maurits, we kennen koning Willem II. En als we aan die vorsten denken, dan denken we vooral aan verdediging tegen tirannie, gevechten op het slagveld. Dat is de eerste episode. En koning Willem II kunnen we nog altijd zien op een prachtig schilderij, de slag bij Waterloo, waarin zeg maar de Franse legers van Napoleon werden verslagen. Daarna zien wij de Oranjes met koning Willem III als eerste, niet zozeer op het slagveld, maar dan zien wij de koning vooral als een persoon die meeleeft met het volk. Daar waar overstromingen waren, daar waar rampen waren, daar waar ernstige ziekten uitbraken en de gevolgen werden geleden, daar was koning Willem III. En feitelijk is dat een traditie die daarna is voortgezet. We kennen de watersnoodramp 1953 ook en vooral vanwege bezoek van de Oranjes aan het getroffen gebied. En recenter, we kennen de Bijlmerramp in 1992. En de ontsteltenis in de ogen van Beatrix. Maar ook bij de vuurwerkramp en het bezoek vuurwerkramp in Enschede. Maar ook bij het bezoek aan de getroffenen van de nieuwjaarsramp in Volendam. Wij kennen die beelden en we vinden het eigenlijk vanzelfsprekend, maar ook hartverwarmend als het gaat om de manier waarop het Koningshuis met ons mee leeft. En dan komen we nu aan een soort derde periode, mag ik wel zeggen. En volgens mij is die derde periode gestart toen Willem van Buren meeschaatste met de Elfstedentocht. En zijn vader en zijn moeder hem op de Bokengracht in Leeuwarden trots begroeten. Zo, Willem-Alexander, je hebt het hem gefixt. En in de late huiskamers, in het pikken donker, zagen wij de kroonprins opdoemen. Hartstikke moe, maar ook hartstikke trots. En wat dachten wij met elkaar? Jongen, jongen, dat is een vent waar pit in zit. Een Hollandse jongen, één van ons. En ik denk dat dat
typerend is, zeg maar, voor de tijd van nu en voor de tijd die komen gaat. Een Willem-Alexander die met ons op de tribune zit, met een oranje shirt aan, die de spelers of de sporters samen met ons aanmoedigt, verdrietig is als het niet lukt, blij is als het wel lukt, als eerste van de tribune af wil om degene die gewonnen hebben te feliciteren, trots met ons is in het oranje. Ik denk ook dat het een prins, een koning wordt straks, die zijn hart op de goede plek heeft. Het heeft op mij altijd grote indruk gemaakt dat hij heeft gezegd van, ik kies voor Maxima en als Nederland me om die reden de troon afneemt, dan blijf ik kiezen voor Maxima. En wat voor een consistente, stevige keuze is dat geweest. Want hoe blij zijn wij allemaal met Willem-Alexander, maar vooral ook met Maxima aan zijn zij. Een koning straks die het hart op de goede plek heeft. Die sportief is. Die een aantal dingen kan. En waarom zijn we ook vooral trots op hem? Omdat ook hij ons het gevoel geeft dat hij één van ons is. Hij is een Nederlander. Wij zijn Nederlanders. Het is iemand die niet op grote afstand staat, maar naast ons komt staan. En degene die ook Willem-Alexander hebben ontmoet, weten, hij kan heel koeltjes overkomen. Hij kan de zaak ook koel beschouwen. Maar in de grondenzaak heeft hij humor en dan laat hij ook iets van zichzelf zien. Ik denk dat hij aan de ene kant de humor ook van zijn vader, prins Klaus, heeft. Aan de andere kant de opvattingen over wat hem te doen staat, dat hij dat heeft geërfd ook van zijn moeder. Want als we één ding mogen zeggen, en dat doen we ook met een groot gevoel van dankbaarheid, dan is dat onze majesteit, onze koningin Beatrix, aan dat hoge ambt, maar toch zeer afstandelijke ambt op afstand, dat ze daar op een zeer persoonlijke en uiterst warme wijze invulling aan heeft gegeven. Niet iets op afstand, maar ieder die haar ontmoette, ieder die met haar in gesprek kwam, of ieder die haar ook maar langs zag komen, gaf zij nieuwe energie en nieuwe inspiratie. En dat allemaal op een manier waarop wij ook op deze koningin tot ver in het buitenland simpelweg trots mogen zijn. Zij stond voor Nederland, zij was Nederland en ze heeft ook gezegd dat zij Nederlandse met ons allen Nederlanders wil blijven. Daar ben ik bijzonder trots op. Trots op dit koningshuis, wat een offervaardigheid laat zien, dat zijn weerga niet kent en alle persoonlijke en ook problemen in de familie altijd weer ondergeschikt maakt, zeg maar, aan dit grote landsbelang waarvoor zij staan. Een voorbeeld voor ieder die met openbaar gezag is bekleed. Een sprankelend voorbeeld voor ons allemaal, ook een sprankelend voorbeeld voor de nieuwe koning en de nieuwe koningin. Ik stel voor dat wij allen het oranje glas heffen. Heb je het dan? Dan brengen wij de toastuit op Hare Majesteit, koningin Beatrix. Met gevoelens van dankbaarheid en diep respect voor alles wat zij voor Nederland heeft betekend. En tevens toosten wij op Willem-Alexander en Maxima, die de schone, nog moeilijke taak zullen gaan oppakken om ons volk, ons allen, in welzijn te gaan dienen. Proost!
zeer dankbaar. Dan geef ik u heel graag het woord aan Michael Bres van de Kamper Oranje Vereniging. Waar is Michael? Thank you.